De 538 Superstudent. Nou, daar zitten we dan in de Nijmeegse studentenkamer van Lonneke. Hi. Hi. Laten we even beginnen met hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Wat studeer je? Ik ben 21. Ik kom eigenlijk uit Zevenaar. Maar ik zit nu al bijna 2 jaar hier op kamers. En ik studeer Facility Management. En jij had zoiets van een jaar lang gratis studeren. Daar heb ik wel wat bijzonders voor over. Ja, dat zeker. Nou, het is ook 10.000 euro, ter waarde van 10.000 euro. Wat had je bedacht om daarvoor te gaan doen? Ik ga een syllabus opeten. Die ligt daar ook al klaar. Dus dat zien we dan zo. Dan ga ik hem eerst aan stukjes knippen en dan bakken in speciale woksaus. Je gaat hem bakken in woksaus? Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat hij niet in de fik vliegt, maar ik denk dat het wel goed moet komen. En even voor de non-studenten, wat is een syllabus? Dat is een soort werkboek. Niet heel dik, maar de ene keer staat er gewoon informatie in en de andere keer staan er gewoon opdrachten in. Oké, Lonneke, je gaat de syllabus bakken. Dit is hem, hè? Dat is hem. Het werkboek van organisatiekunde. Heb je nog een kopietje gemaakt? Dat je wel, Nee, maar ik koop alweer een nieuwe. Oh, okay. Ze knipt de samenvatting in stukken en gaat zo de pan in. De pan staat op het vuur. Haal je wel de nietjes eruit? Zit er geen nietjes in, alleen maar een lijmrand. Oh, kijk. Dat kan wel. Denk je dat het er nou lekkerder van wordt door het even te bakken? Vast wel. In ieder geval wel sappiger. En eigenlijk ben ik nou gewoon zo groente aan het eten. Want papier, dat is een boom. En bomen zijn groen. En groenten zijn ook groen. Dus, Ja, je hebt het jezelf goed, goed over nagedacht. Jazeker. Zo, het knippen is gedaan. De volledige syllabus zit in de pan. Beetje olie erbij. Vertel ons even wat je doet. Nou, ik ga er nou nog meer olie in gooien. Dan niet wordt het lekker nat. En dan brandt het ook niet aan, hoop ik. Aan de onderkant is het al een beetje aangebrand, maar dat ruikt vast wel lekker. Dat is extra smaak. Ja, is vaak bij een pizza is het ook wel een beetje lekker, hè? Dan gaan we nou de mooie 538 avondploeg woksaus erin gooien. dit kan ook best wel smakelijk worden. Mooie felrode woksaus erbij. Ja, en wokken die handel natuurlijk. Met die saus erbij ruikt het gewoon best wel oké. Ruikt goed, hè? Dan de studentenvoer er doorheen. Gewoon, gebakken uitjes. Ja, voor de crunch. Voor de crunch, lekker hoor. Nou, ik denk dat ik het nou wel kan gaan eten. Nou, Lonneke. Eet smakelijk. Dank je. Is het wat? Vast eten. Meen je dit serieus? Met een stalen gezicht zegt ze inderdaad best één. Ja, maar er waren nog pas 2 hapjes. Kijk hoeveel er nog ligt, man. Het moet helemaal weg. Maakt niet uit. Doen we gewoon. Heb je er al spijt van? Ja, echt wel. kaft. Heel smerig. Maar het vult wel. Ik denk dat dit echt mijn laatste hap was. Ik moet het echt overgeven. Hou je het hierbij? Je gaat er toch nog een hap achteraan doen? Ja. Voor je broer die in het leger zit? Ja. Deze is voor Jeroen. Kun je trots op me zijn. Hapje voor Jeroen. Hapje voor mama. En hij is weg. Yes! Nou. Chapeau. Applaus, ja. Hoppa. Poeh. Ja, het is inderdaad uiteindelijk, Lonneke, kon erbij. Het is geen hele syllabus geworden. Nee. Maar ik moet zeggen, toen ik je zo zag strijden, ik vind het alsnog een hele tegenprestatie. Ja, 3/4 syllabus, ik had het je echt niet nagedaan. Hoe vond je het zelf gaan? Heftig. Het ging wel langzamer dan verwacht. Maar ja, hij is toch wel heel ver weg. Nou, je begon met heel goede moed, moet ik zeggen. Het werd langzamerhand betrokken, het gezicht iets meer. Maar ik ben ook niet zo groot te eten, dus dan is het sowieso echt al een enorme portie wat ik weg moet werken. Dus echt al meer dan wat ik normaal qua avondeten eet. Ik zie dat je ook tatoeages hebt. Wat was zwaarder, die tattoo laten zetten of dit? Dit, sowieso dit. Ja. Ik heb 3 tattoos en 2 piercings, maar dit is echt sowieso veel zwaarder. Nou ja, we gaan het meemaken. Dank voor het uitvoeren van je tegenprestatie. En ook dank dat je ons in je huis hebt ontvangen. En we zien je graag morgenavond bij ons in de studio. Ja, kom
Komt helemaal goed. Tot morgen. Tot morgen dan. De 538 Superstudent.